hun verhaal vertellen van Manuel Wackenheim. Klein Frans mannetje. Petit homme français. Klein, zeg maar een dwerg. Ik hou er niet van om mensen op hun uiterlijk te benoemen, maar ja, hij had van dwerg zijn zijn beroep gemaakt. Niet zoals zijn Italiaanse collega die in het circus in de reet van een olifant kroop. Nee, deze Manuel, die liet zich in discotheken en speelhallen werpen, gooien. Hij had een helm op en een gewatteerd pak aan met twee handvaten op zijn rug. En dan werd hij dan bij beet gepakt en dan werd hij met andere dwergen werd gekeken welke dwerg het verste kwam. Tuurlijk, de werper was van groot belang, techniek van de werper, maar die Manuel die had iets. Die kon zich als het ware een aerodynamische houding geven. Hij noemde het zweven. Hij leverde meer dan een normale bijdrage aan het succes van zijn werper. Hij was geliefd bij het publiek en iedereen prees zijn nobele karakter. Manuel verdiende een goede boterham. En toen kwam er een Franse wet en die oordeelde dat dwergwerpen beneden de menselijke waardigheid was. En Manuel kon de WW in. Hij snapte er niks van. Hij begreep best dat het dwergslingeren verboden was, want dat was werkelijk beneden de menselijke waardigheid om een dwerg aan een ijzerdraad een keer of 9 boven je hoofd rond te slingeren en hem dan op goed geluk los te laten en maar kijken waar die uitkwam. Tuurlijk, een dwergbasketbal waarbij de dwerg de bal is, dat is ook beneden, maar dwergwerpen. Er zijn mensenrechten, maar waar blijven de dwergrechten? Maar in Frankrijk verwierp de rechter het ene appel na het andere. Maar Manuel ging door. Hij ging naar het Europese Hof en ook daar dwergwerpen beneden de menselijke waardigheid. En hij kwam in de illegaliteit. Het milieu werd crimineel. Er werd gegokt op de dwergen. En hij kreeg van tevoren te horen of hij moest winnen of verliezen. Alles wat die kleine Manuel nog aan waardigheid bezat, was hij kwijt. Weer ging hij naar de rechter en weer werd zijn appel afgewezen. Maar hij had zich erin vastgebeten. En tenslotte wist hij door te dringen tot de Franse president. Voor de gelegenheid had hij zijn helm opgezet en zijn pak aangetrokken. De president hoorde zijn verhaal aan en op een zeker moment wist hij het wel. En zei, u kunt gaan. Vous pouvez aller. Maar Manuel wist dat dit zijn laatste kans was. En hij klampte zich aan de benen van de president vast, die een belletje luidde. En er kwam een bediende binnen en de president zei, smijt deze vent het paleis uit. En de bediende pakte de dwerg bij de twee handvaten, zette de tuindeuren open en smeet hem de tuin in. En zei de president, hoe voelde dat? En de bediende zei, reusachtig.